Count on Coin. En hallo iedereen, welkom bij een korte review slash snippet van de game Assassin's Creed Rogue. Hebben wij Just Dance dan gespeeld? Nee, we hebben Assassin's Creed Rogue gespeeld. Oké, okay, nou weet je wat, ik wil eigenlijk jouw allereerste microfoon geven, want jij was redelijk positief over het spel. En ik ben natuurlijk een criticus, hoe noem je dat? Laten we goed beginnen, Assassin's Creed Rogue. Het leek voor mijn gevoel best erg op Assassin's Creed 4, Black Flag. Het was natuurlijk ook, het is dezelfde setting in principe, dezelfde tijd. Het is in Amerika, het speelt zich alleen wel af op de Antarctica dit keer. Ook in New York, dat is op zich wel vet. De Antarctica hebben wij eventjes een demotje van gespeeld. We hebben vooral veel ship battles gezien, dat is vooral belangrijk. Je wordt geënt op een gegeven moment ook, dus je moet echt ook op je schip gaan vechten. Op een gegeven moment kom je op de Antarctica en dat zag er wel vet uit. Ik vroeg toevallig van, wat kom je dan tegen? Je komt shipwrecks tegen, je kan bepaalde dieren tegenkomen, je kan bepaalde items tegenkomen. Ze vertelden niks over wat er nou buiten de Animus gebeurt, maar we zagen wel een beetje dat het Abstergo Entertainment is. Oftewel, het is waarschijnlijk een game die Abstergo dus gemaakt heeft, waarin jij een Templar speelt, die dus, tenminste Assassin speelt, die verraden wordt door Assassins en daarna een Templar wordt, die op Assassins gaat jagen. Ik vond hem, zag er een goed uit, weet je. Er waren nieuwe dingen. Het is natuurlijk een game die voor de console komt, maar die eigenlijk 2 weken na Unity komt. Unity is nog steeds mijn favoriet, maar Rogue, ik zou het ook spelen omdat ik een Xbox heb. Het is gewoon een lekkere Assassin's Creed game. Our hero Shay is an assassin turned Templar who vows to bring down the assassins in North America across 3 major locations. New York City, the American River Valley, and here in the North Atlantic Ocean, along the coasts of Nova Scotia and Newfoundland in the south of Canada. This naval battlefield was at the heart of the conflict between Britain and France during the Seven Years' War in the 18th century, and the outcome would determine the fate of the American colonies. As a Templar, you'll have many opportunities to aid the British cause against the French, joined at times by memorable characters from past Assassin's Creed titles, like Haytham Kenway, who you can see here on the left. En nu Jordi met zijn gezeik. Hier het gezeik van Jordi. Nou dames en heren, wat ik allereerst heel leuk vond aan Rogue was dat je een Templier speelde. Maar ik keek naar de setting en de setting is ergens op de Noordpool, weet ik veel, bij allemaal ijs. En ik vond de setting nogal kaal. Het is eigenlijk het enige wat je ziet als je met zo'n schip aan het varen bent. Het is alleen maar ijs, sneeuw en af en toe wat andere schepen. Dat is wel leuk, maar het kan heel erg leeg aanvoelen. Dat was minpunt 1. Minpunt 2 wat ik vond was dat het eigenlijk, het is gewoon Assassin's Creed 4. Het is gewoon Assassin's Creed 4, maar dan DLC daarvoor. De hele combat is precies hetzelfde, de naval combat is precies hetzelfde. Je hebt nu misschien wat andere wapentjes, maar eigenlijk blijft het gewoon precies hetzelfde. Je speelt nu wel een Templier, zoals ik al eerder zei, en Templiers worden ook uitgerust met andere dingen. Dan maakt het spel ook misschien net iets anders, maar het is gewoon Assassin's Creed 4. Maar wat ik wel super tof vond, wel echt super tof vond, was dat je Haytham tegenkomt. Haytham, de vader van Connor, de zoon van Edward Kenway, die staat op jouw schip. En ik weet niet wat hij daar doet, maar we hebben hem gezien in een demo. En daar stond ik wel met een bek vol tanden. Assassin's Creed Rogue is en blijft een Assassin's Creed game. Het is en blijft eigenlijk een Assassin's Creed 4. Maar ik weet niet of het een waardige opvolger is. Here we can see a polar bear. It's too far for us to reach now. But he is part of the unique wildlife which you can hunt in the Arctic. Now, let's have a look at the beautiful northern lights of the Arctic. We can spot a naval clash, another activity in the North Atlantic, where we can help the British and gain valuable loot. We'll stop the demo here. We hope you enjoyed this brief glimpse into the exciting world of Assassin's Creed Rogue. Dat is mijn mening erover. En kort, maar krachtig voor mij in dit geval. Dus dat is mijn mening over Assassin's Creed Rogue. Jullie heeft ook zijn mening gegeven. Ik heb hierbij mijn mening gegeven. Ik sta hier momenteel nog in mijn eentje bij Just Dance 4. Dus dat is helemaal geweldig. Of is 4? 2015 mag ook. Vond deze video leuk? Dan een groen duimpje. Willen jullie meer? Abonneer je de volgende keer. Check ook zeker weten onze andere spullen van of andere reviews of andere video's van Gamescom. In ieder geval tot dan. En houdoe, bitches.